Hartelijk bedankt. Het is fijn om bij u te zijn vanavond. Ik heb ook een horloge, geen Rolex, maar wel een Casio. Die doen dat ook goed. Als hij de tijd maar aangeeft, is het goed genoeg. Ja, het is fijn om ook een aantal bekenden te zien. Followers een beetje ook constant, zo thuisbasis hè, tegenwoordig. En het is fijn om bij elkaar te zijn vanavond. We hebben uit Tiel ook een hele internationale club meegebracht. We hebben dan Athea, mijn vrouw natuurlijk uit Finland, maar spreekt ook goed Nederlands. Spreekt Spaans, spreekt Engels, spreekt van alles. Dat is altijd makkelijk, hè. En dan Flavia uit Sao Paulo, Brazilië. Spreekt ook redelijk Nederlands. En David is net aangekomen, is vers uit Engeland aangekomen. We hebben hem net van Schiphol afgehaald. David Harris spreekt geen Nederlands, maar spreekt goed Engels. Dus dat is ook wel fijn natuurlijk. En met David hebben we, ik ga straks nog wat op in. En als u het goed vindt, dan kunnen we David misschien ook vragen om straks met ons wat te delen. In de tijd die we hebben. Hè? Tot hoe laat hebben we? Tot 12 uur? Nee, hè? Ik denk het niet. Maar we nemen de tijd. Goed, we nemen de tijd, David. Nou, het is fijn. We gaan bijna weer terug naar Colombia. Over 2 weken vertrekken we weer naar Colombia. Zien we ook wel weer een beetje naar uit, om u de waarheid te zeggen. Het is een fijne tijd geweest in Nederland. Met elkaar worden we dan 2,5 maanden weer in Nederland zijn. We hadden het voorrecht om 6 oktober ons 27-jarige jubileum van ons vertrek naar Colombia te vieren. Nou, we hebben het niet zo heel erg gevierd, maar we hebben even bij stilgestaan natuurlijk. We zijn 27 jaar geleden vertrokken naar Colombia. Ik heb vanaf mijn 19e jaar een roeping voor Bolivia. En we kwamen in Colombia onderweg naar Bolivia. Zijn 25 jaar lang blijven hangen in Colombia. Maar God heeft de tijd. God weet wanneer de tijd daar is. En ik geloof dat we nu in een profetische tijd binnengaan in Bolivia. Ik geloof dat God grote dingen gaat doen in Bolivia. En ik denk dat het een voorrecht is om op dit moment daar deel van te mogen zijn. Ik kwam daar een jaar of de eerste keer 3 jaar geleden in Bolivia. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daar moest doen. Ik vroeg aan de Heer, wat mag ik in dit land doen? Dus het land waar u mij voor geroepen heeft. Maar ik woon nu in Colombia en we waren door een Boliviaanse voorganger in Colombia gekomen. Dus ik dacht dat de bedoeling geweest was op deze manier. Maar toen kwam ik dus in Bolivia en ik zou naar Chili gaan voor 1,5 maand en ik zou in Bolivia een week blijven. Toen kreeg ik een heel duidelijk woord van de Heer voor Bolivia dat hij opnieuw grote dingen in het land gaat doen. Dat hij dat land gaat bezoeken met een beweging van zijn geest. En toen kreeg ik de instructie daarbij van de Heer om zo snel mogelijk naar Bolivia terug te keren. Dus ik ben niet 1,5 maand in Chili gebleven. Ik ben 10 dagen in Chili geweest. En God voorzag op een wonderlijke wijze om een ticket te kopen terug naar La Paz. Ik ben teruggegaan naar La Paz. En ik heb daar verschillende reizen gemaakt. Nu in de afgelopen 3 jaar ben ik 11 keer naar Bolivia terug geweest. Soms zijn het reizen van 2 maanden, 2,5 maand. Vorige keer hadden we al onze dagen opgemaakt. We krijgen maar 90 dagen als toeristen. Moesten we een visum aanvragen. Maar op een van de reizen, ik weet nog goed, ik kwam in La Paz en ik zei, Heer, wat moet ik doen? En soms laat God je een stap zien, maar laat je niet het hele plan zien. Je moet gewoon ook gehoorzamen soms. Gewoon stap voor stap gehoorzamen. In vertrouwen op de Heer. En ik kwam in zo'n nieuw land natuurlijk, ik had er helemaal niets. Ik had een paar mensen leren kennen. En het is echt moeilijk als je van de grond af aan iets moet opstarten of iets gaat doen in een land waar je totaal niks hebt. En ik zat in een kleine groep in een huis, dat was op een ochtend, op een zondag. En er was ook een broeder uit Colombia meegekomen, Andrés. En we waren samen daar dus enige tijd. En toen zei de Heer heel duidelijk in mijn hart, sta op en ga weg. En ja, ik hou er niet van om vreemde dingen te doen. Hè. Maar ik kreeg dat heel duidelijk op mijn hart, sta op en ga weg. Het was een kleine samenkomst in een huis. En ik had daar moeite mee. En toen op een gegeven moment zei de Heer heel duidelijk, als je nu niet opstaat, doe je het niet meer. En dat was ook zo. Want die broeder zou gaan preken en dan dorst ik niet meer op te staan. Dus ik ben toch maar gaan staan. Ik ga in ieder geval vast staan. Kijken wat er hierna gebeurt. Ik ben gaan staan. En toen zei een broeder, van wat is er? Moet je naar de wc of zo? Ik zei, nee, ik moet weg. Hoezo? Heb je niet naar je zin of zo? Ik zei, nee, ik weet niet, ik moet weg. Is alles goed? Ik zei, ik ga nu. En als het duidelijk wordt, dan later leg ik je wel uit wat de bedoeling is. Maar ik snap het ook niet op dit moment. Dus Andrés ging met me mee, een jongen uit Colombia. En we liepen over straat, ik zei, Heer, en wat nu? En toen kreeg ik heel duidelijk de naam van een kerk in mijn gedachten, waarvan ik gehoord had, maar was er nooit geweest. Kairos. You preached there in Kairos, just recently. Dus ik heb een taxi gestopt en we zeiden, kent u Kairos? Ja, dat ken ik. Kunt u ons heen brengen? Bijna die kerk.
En ik zeg, Heer, wat moet ik nu doen? Ik snap er nog steeds niks van. We kwamen aan het eind van de dienst. Toen kreeg ik de naam van een zuster in mijn gedachten, die ik waarschijnlijk een keer ontmoet had, Janette. En ik had geen telefoon van haar, maar ik dacht, ik moet haar te pakken zien te krijgen. Want waarschijnlijk wil God iets gaan doen. Dus ik via telefoon van haar bemachtigd, ik heb op kunnen bellen. Zei Janette, ik moet met jou spreken, ik weet niet waarom, maar kunnen we elkaar ontmoeten. Waar zit je, zegt ze. Ik zeg, nou daar en daar. Oh, ik kom er net voorbij in de bus. Ik stap meteen uit. Ze staat uit de bus, komt naar binnenlopen. Ik zeg, ja, ik weet niet waarom ik het allemaal heb moeten doen. Ik ben aan een samenkomst weggelopen. Ik ben in de kerk, ben jij, waar jij komt. Jouw naam kwam in mijn gedachten, ik heb je opgebeld. Ik zeg, maar wie is jouw leider? Toen zei ze, nou die en die. Ik zeg, nou dan wil ik met hem praten. Breng me naar je leider. Ze heeft me naar zijn lage leider gebracht en toen zei hij, met welke boodschap kom je? Ik zei, nou, ik heb een woord van God ontvangen voor Bolivia. Dat God een nieuwe opwekking, een nieuw iets gaat doen in Bolivia. Hij zei, dat moeten we dan allemaal weten. En toen heeft hij 150 volgers bij elkaar getrommeld. Ongelooflijk. En hebben ze eigenlijk een hele korte termijn, hebben ze samenkomst belegd. En daar hebben we een geweldig feest voor de Heer gehad. En ik heb die boodschap aan hen mogen overhandigen, aan deze broeders. Dat ze zich klaar moeten maken voor een nieuwe beweging van Gods geest in Bolivia. 40 jaar geleden is het ook gebeurd. Er is een enorme opwekking geweest. En ik denk dat het een nieuwe tijd is. Niet alleen voor Bolivia, maar voor ons allemaal, denk ik. Want God is altijd bezig. En God wil dat een ieder tot hem komt. Hij is geïnteresseerd in mensen. God is geïnteresseerd in projecten. Geïnteresseerd in gebouwen. Allemaal bijzaken, allemaal hulpmiddelen. Maar God is geïnteresseerd in mensen. En daar zoekt hij naar. Hij zoekt naar harten die hij kan vullen met zijn liefde. Zodat ons leven werkelijk getransformeerd wordt. En werkelijk een leven vol liefde voor de Heer mag zijn. En op een gegeven moment ben ik weer teruggegaan naar Colombia. Na deze ontmoeting met deze man. We zijn in contact gebleven. En daarna ben ik weer teruggegaan naar Bolivia. En toen had hij voor mij een hele tour in elkaar gezet. En toen ben ik in bijna alle hoofdsteden van die provincies geweest. Het was een geweldig mooie tijd. Ook wel moeilijk, ik kwam in alle delen van Bolivia zo'n beetje. Ik heb bijna alle hoofdsteden kunnen bereiken. Behalve twee waar ik niet geweest ben, in het noorden en het zuiden. En in een van deze reizen kwam ik toen in Trinidad, dat is een stad in de tropen. Dat ligt naast Mato Grosso, als je Brazilië op de kaart ziet, daarnaast Bolivia. Laagland, tropisch. En toen waren daar drie kerken bij elkaar gekomen om een campagne te organiseren. Er waren drie voorgangers. Je kan daar aanvliegen, ze hebben alles voor me betaald. Ze hebben een ticket betaald vanuit La Paz naar Trinidad, met het vliegtuig. Ik werd ondergebracht in een hotelletje. Ik werd heel goed verzorgd. Ik loop door dat stadje heen. Het was eigenlijk een stad met eigenlijk allemaal zandwegen. Iedereen op de brommer. Heel tropisch. En ik loop door de straat en ineens zie ik aan televisie hangen. En ik zie mezelf op televisie. Ik denk, hé, wat hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hadden die broeders hadden op de een of andere manier wat materiaal te pakken gekregen. En dan was ik op televisie en ze hadden over een campagne die we dan zouden doen. En toen waren we die eerste avond bij elkaar in een heel groot gebouw. En er waren heel wat mensen die kwamen, zo'n 450 personen kwamen naar die dienst die avond. We hebben een heerlijk feest voor de Heer gehad. Opnieuw heb ik ze mogen meedelen, hè, namens de Heer, dat ze zich klaar moeten maken voor een grote beweging van Gods geest in Bolivia. Amen. De avond daarna waren wij een andere voorganger, een van deze drie. Dat was een andere kerk. En de derde avond was spectaculair. Want die voorganger heeft bij de buren en in de hele wereld de stoelen moeten lenen. Want de mensen kwamen allemaal toelopen. Ze kwamen allemaal, kwamen ze daarbij. En de kerk was te klein, er waren geen genoeg stoelen in de kerk. Ik heb nog nooit iemand zo druk gezien om stoelen te verzamelen. En de volgende dag zou ik om 6 uur wegvliegen. Weer terug naar La Paz. En komt de voorganger. En ik zeg, waar is je auto? Hij zegt, nee, we gaan op de brommer. Toen moest ik met mijn rugzak op de brommer naar het vliegveld. En ik kom daar bij het vliegveld. En ik dacht, nou, waar is het nou de terminal? Staat daar een oud boerderijtje, dat was in de terminal. En mijn ticket was een platblok. Een blaadje erop met een krabbeltje, dat was mijn ticket. Dus ik in het vliegtuig, terug naar La Paz gevlogen, een uur vliegen ongeveer. Kwam ik in een Indiaanse dienst bij Aymara Broeders. Spectaculair tijdens deze broeders. Er werd mij verteld dat ik zo snel mogelijk daarna weer weg moest, want we gingen naar een andere kerk. En ik weet nog goed, ik stapte van het podium af en ik liep zo door het midden naar de achter toe. En ineens begonnen allerlei genetische wonderen te gebeuren. Dat stukje vanaf het podium naar achter heb ik 3 kwartier over gedaan om daar doorheen te komen. Ongelooflijk, het geloof van deze mensen.
Amen. Geloven is een mens. En toen ben ik hals over kop naar de andere kant van de stad gebracht. En dan kwamen we in een kerk. David heeft er kort geleden ook gesproken. Een fijne kerk waar we ook nu hele goede contacten mee hebben. En daar heb ik ook mogen spreken. En zo hier, God is bezig. Weet u, het boek wat nog niet af is in de Bijbel, is het boek van de Handelingen. Amen. Kan nog steeds, ook door ons, geschreven worden wat God allemaal kan doen. Wat God kan doen als je bereid bent om voor hem te gaan, om voor hem in beweging te komen. Om voor hem te werken en te dienen. En vaak moet je dingen overwinnen, want je komt alle obstakels tegen. Mijn grote obstakel was van, Heer, ja, ik ben bang om voor mensen te staan. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet, mijn eerste preek duurde geloof ik 7 minuten of zo. Ik weet nog goed, ik sprak over de 10 talenten. En later heeft de Heer in zijn genade, heeft hij mij als vertaler gebruikt. Dus ik begon die vrees een beetje te overwinnen. En toen heb ik heel veel vertalingen gedaan, voor vele jaren. En op een van de keren dat ik in een gemeente was in Nederland met een buitenlandse broeder. Toen zeiden die voorgangers, wil jij een keertje komen spreken? En dat hebben we toen gedaan. En ja, eenmaal in Zuid-Amerika werd ik voor de leeuwen geworpen. Maar toen was het van spreken, jongen. Ja, en ook weer in Spaans, moet je je voorstellen. Toen kregen we de jeugdgroep van Julio Ribaal, kregen wij 4 jonge lui van hem onder ons vleugels. En ik begon meteen, in mijn allerbeste Spaans begon ik te preken, na 3 maanden in Colombia te zijn geweest. En ze zaten heel aandachtig te luisteren. We zagen heel veel mensen geloof komen. Er kwam een dynamiek in de jeugdgroep en steeds brengen ze nieuwe mee. En binnen enkele keren waren het al 100 jonge lui. En toen waren we een jaar verder, toen zeiden ze, we hebben toch wat te beleiden. Ik zei, wat dan? Ze zei, de eerste 6 maanden hebben we niks van je verstaan. Dus het is heel de Heer geweest die het gedaan heeft. Maar, ja, geweldig hoe God dan als je terugkijkt, je denkt, goh, we hebben het toch allemaal gedaan eigenlijk. Hè? Maar goed dat je alles van tevoren niet weet. Want dan zou je misschien denken van, hoe kom ik hier doorheen? Maar als je naar achterom kijkt, zeg je, Heer, dank u wel. U bent geweldig. Amen. Dus ja, we zien er naar uit om zometeen weer terug te gaan naar Colombia. Natuurlijk wel moeilijk. Deze keer, onze kinderen zijn in Nederland komen wonen, met 2 kinderen. Zijn getrouwd met Colombianen. We hebben onze dochter Aleta, die is inmiddels al 33. Die is getrouwd met Fabio. We hebben een dochtertje, Juanita, geboren in Colombia. We wonen nu in Tiel. En dan onze zoon Mika, die is 32 en die is getrouwd met Claudita, met Claudia. We hebben 2 kleintjes, 2 kleine meisjes. Ja, voor ons staat nu even moeilijk om weer weg te gaan. Onze kleinkinderen straks weer een tijd niet te kunnen zien. Maar goed, we zien het nog wel. We schuiven dat nog een beetje van ons af. Als het even zover komt om weer te gaan, dan zullen we ook de genade van de Heer ontvangen om dat te kunnen doen. Ze zijn in Nederland komen wonen, toch ook wat de omstandigheden in Colombia. Colombia blijft toch een gevaarlijk land. Een van de grootste redenen dat zij naar Nederland zijn gekomen tot de onveiligheid in Colombia. Ze zijn beide een keer met pistolen overvallen en zo. En op een gegeven moment werd mijn dochter met haar man bij stop liggen, werden ze overvallen. Ineens een pistool naar binnen op het hoofd van haar toekomstige man, toen nog, Fabio. En alle acht moeten geven. En dus op een gegeven moment, als ze in de auto reed, en ze kreeg een spiegeltje. En ze zag een bromfiets of een motorfiets achter, dan ging haar hart al sneller kloppen, weet je. Toen kregen ze hun dochtertje, Juana. Toen zei ze, papa, ik ga liever naar Nederland, want het is toch wat rustiger wel, gelukkig, anders Colombia. Dus vandaar, en onze zoon ook, onze schoondochter is toen 2 keer, het is van 3 maanden, 2 maal overvallen. Door gewapende mannen, ook bij het stoplicht, met de dochtertjes aan boord. Dus dat zijn geen leuke dingen. Het blijft een gevaarlijk land, maar God, te midden van dit alles is gewoon aan het werk. We zien in Colombia heel veel mensen dat geloof komen. En ik zal het een beetje korter houden, want als u het goed vindt, ga ik David ook vragen om met ons te delen en te delen. Is dat goed, Hans? Ja? Maar in ieder geval, jullie zien me nog wel vaker, en misschien David ook wel na deze keer, wie weet dat hij nog. Maar in ieder geval, ik ken David vanuit Bolivia. We hebben elkaar in december, hebben elkaar daar ontmoet. We waren beide uitgenodigd om te spreken in een campagne daar, in de stad Sucre. We hebben daar een vriend, Harles Miranda, dat is een voorganger die ik ook al twee, drie jaar kende, niet zo heel veel. Maar, en op een gegeven moment was David Harris dan ook in Sucre, en ik was daar ook. En toen hebben we samen in de campagne mogen spreken en toen ontstond het plan bij David van, hey, ik wil een keer naar La Paz komen.
Is dat mogelijk bij jullie? Nou, wij hebben eigenlijk onze basis in La Paz, in Bolivia. En toen is hij bij ons geweest, nu op onze laatste reis. Dat was, welke maanden was dat? You remember the month? In July. In July, right? In juli, dat was in de wintertijd daar. We hebben steenkoud gehad in La Paz. Het is net andersom daar als hier, hè? Het is op het zuidelijke halfrond. Dus toen is hij bij ons geweest en eigenlijk door David hebben wij heel wat voorgangers leren kennen. Want we gingen bezig met zijn programma. We wilden graag iets goeds voor hem voorbereiden. En toen zijn we gaan praten met een aantal voorgangers van, hey, David Harris komt. Een evangelist uit Engeland. David heeft ook heel wat afgereisd en eigenlijk heeft hij een roeping als evangelist ontvangen in een van de campagnes van Reinhard Bonke. Daar heeft hij echt een roeping van de Heer ontvangen. Misschien wil hij er zelf nog wat over zeggen zometeen, ik weet niet. Maar hij is echt een evangelist. En het was fijn om naast een evangelist te staan. Fijn. Want je hebt ook, als voorganger kun je ook evangeliseren natuurlijk. En dat moet je ook doen. Je moet allemaal evangeliseren. Maar als je echt een evangelist naast je hebt, je voelt anders aan. Een andere benadering. Dat zijn de bedieningen ook die dan duidelijk naar voren ziet komen. En nou, toen hebben we voor hem dus een programma in La Paz verzorgd. En daardoor kwamen we in contact met geweldige mooie broeders. Ongelooflijk leuk. Wij kwamen bij een van de broeders daar. Dat is van Remar. Een grote organisatie uit Spanje. Die met drugsverslaafden werkt en zo. Ze hebben midden in de stad van La Paz hebben zij een oude bioscoop opgekocht. Daar hebben ze een kerk van gemaakt. En toen kwamen wij daar bij César. En César heeft mij wel eens eerder op de radio gevraagd. Tijdens vorige reizen. Toen kwamen we daar, zeiden César, er komt iemand, we willen graag wat voorgangers bij elkaar zien te trommelen. Bij jou, kunnen we jouw kerk, wat kost dat? Als we jouw kerk huren? Hij zei, wat huren? Hoe kom je daar nou bij? Hij zei, jullie zeggen ook niks, zo zei je dat. Jullie zeggen ook niks, jullie bellen mij niet. Je hoeft helemaal niet te huren. Hij zei, en de radio, hebben jullie ook nodig? Ja, nou, ook gewoon radio. En televisie heb je ook nodig? Ja, zou kunnen, heel graag. Ook gewoon televisie. Dus toen kwam David, en toen mochten we op televisie. Gratis, radio, gratis, lokaal, gratis. Geweldig mooi voor deze broeders, dat ze zo wilden meewerken. Zo zijn we heel wat broeders tegengekomen. We gingen op een gegeven moment naar het zuiden van La Paz. Daar is een netwerk geleid door een dame die twee jaar geleden is haar man overleefd. We hadden samen in dienst gestaan, maar zij is doorgegaan. En toen waren we op zoek naar haar, Pastora Teresa. Er werd ons verteld dat zij ook met een netwerk in de stad van La Paz werkte. En toen zijn we op de motorfiets, Roger, een vriend van mij en ik zelf op de motorfiets, in de kou zijn we gaan zoeken naar dat huis waar hij dan zou zijn. En toen kwamen we daar aan helemaal verkleumd van de kou, met helmen en jassen en alles. En dan hebben we met haar gesproken over David die zou komen. En toen gingen wij weg. En later hoorden we dat zij toen gezegd hadden, omdat wij met helmen kwamen en met dikke jassen. Dat zijn strijders, die moeten we hebben, hadden ze gezegd. Had wel indruk gemaakt. Maar toen kwam David en we hebben een geweldige mooie tijd gehad met deze mensen. Dus ja, God is aan het werk. Weet je. Ik heb het, kort geleden heb ik gesproken, ik zal er heel kort over zijn, over de wapenrusting van God. Ik ken het allemaal wel uit Efeze 6. En er staan een aantal dingen die natuurlijk duidelijk voor soldaten zijn. De helm, pantser, de gordel, en dat komen nog meer tegen het zwaard natuurlijk. Maar er komt ook een ander ding in voor, en dat zijn de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van de evangelie. Dus de schoenen. Schoenen. En dat is heel belangrijk in de wapenrusting, dat je bereid bent om voor de Heer te gaan. En als je dat gaat doen, dan wordt het een wapen dat wel zo krachtig is. Amen. Want Jezus zegt het zo vaak ook. Ga. Ga. Komt die man die komt bij Jezus en zegt. Geef hem maar één woord, Heer. En mijn dienst is aan gezond zijn. Jezus zegt maar één woord. Ga. En dan zegt hij achteraan. Uw dienst krijg je gezond. Maar het eerste woord. Ga. En het is niet een kwestie van gaan. Naar ergens naartoe. Maar het is een kwestie van in beweging komen voor de Heer. Zodat het koninkrijk gemanifesteerd gaat worden. Door jouw leven heen. De schepping wacht erop. De mensen wachten erop. En als het openbaar gaat worden, dan kun je problemen verwachten. Tegenstand, strijd, misschien wel vervolging. Maar ook over de tekenen. Amen. En
openbaring van Gods geest. Zo is dat. En sommige van de dingen die je zult gaan meemaken, dat je bekritiseerd gaat worden, dat je als fanatiek gaat zien, dat weet ik wel, zullen alles uit de hoek gaan halen. Misschien sommige mensen, niet allemaal gelukkig. Dat maakt niet uit. Weet je, ik had het met David, die zei het nog in de auto, hij zei, als je het evangelie predikt en er gebeurt niks, dan kan twee dingen verwachten. Vervolging en mensen die tot God komen. Als één van deze twee dingen gebeurt, is het goed. En als er niks gebeurt, dan moet je eens gaan kijken hoe het evangelie wil brengen. Vond ik wel een mooie opmerking van. Maar goed, God is hier in Zwolle. Amen? Wie gelooft het? Wie gelooft het? God is hier in Zwolle. Ja? God kan grote dingen doen in Zwolle. Heel vaak zie je dat God een enkeling, of een klein groepje, of een paar mensen pakt. En dan gaan er dingen gebeuren. Door kleine en door weinigen kunnen heel vele anderen bereikt worden. Jezus had het heel goed in de gaten, die begon met 12 mannen. En zij allemaal zeggen, wat doet hij nou met zo'n groepje? 12. Maar moet je kijken wat er gebeurd is. Ja. Door 12. Maar mensen die echt de bereid vader die schoenen aan hadden, die gingen, die voor God actief waren. Dat is prachtig en mooi als ik handelingen lees. David is net op Malta geweest, hebben we net in de auto over gehad. Nou, Malta is ook zo'n eiland, hij was daar bij St. Paul's Bay, was het? St. Paul's Bay, de baai van Paulus. Toen Paulus daar kwam op dat eiland, kent het verhaal uit de Bijbel wel. Dan gaat hij hout halen voor vuur, hij is zelf gevangen. Hij moet naar Rome. En dan zit daar een adder tussenin en dan bijt hij hem in zijn hand. Hij slaat hem gewoon van zijn hand af, valt hij in het vuur. En dan die eilandbewoners gaan naar hem zitten kijken van, oh, hij heeft een goden, hij heeft iets goed te maken met de goden. Hij heeft een oordeel, heeft hij ontsnapt, is ontsnapt en nu wordt hij op deze manier gepakt. En ze slaan hem gade voor een aantal uren en er gebeurt gewoon helemaal niks. En dan ineens zeggen ze, dit moet wel een god zijn, deze man. Als er met hem niks gebeurt, moet het een god zijn. En dan willen ze maar bidden en Paulus zegt, dat doe dat absoluut niet, want ik ben ook maar een dienstknecht zoals jullie. En dan brengen ze het evangelie. Amen. Geweldig toch, hè? Er is een dynamiek in het leven van Paulus. Er is een autoriteit in het leven van Paulus, er is een dynamiek. En die dynamiek is beschikbaar voor ieder die de schoenen aantrekt en durft zeggen, Heer, ik ga. En dat maakt niet uit of je nou in Nederland zit. Ik hoor vaak mensen zeggen, ja, maar wij zitten in Nederland. Jij zit in Zuid-Amerika. Maakt helemaal niks uit. Maakt niks uit. Het klimaat in Zuid-Amerika, om het even reden te brengen, althans in Colombia, is niet altijd geweest zoals het nu is. Toen wij daar kwamen was het ook moeilijk. Toen wij daar kwamen was het ook stug. Toen wij daar kwamen was het ook gesloten. Maar door het werken en door het wandelen met God en door het samen bidden en door het samen in de moeilijkheden zitten vaak en daar dan God in aanroepen, is de atmosfeer in de stad zodanig veranderd dat er tegenwoordig heel veel openheid is in de harten van mensen. Niet altijd zo geweest. Ik denk dat je in Nederland het klimaat, het geestelijke klimaat, kan beïnvloeden. Als je als mensen samen voor de Heer in beweging gaat komen. Dan kunnen steden kunnen veranderd worden. De atmosfeer kan veranderd worden in de geestelijke gewesten. En dan heb je kans dat het zo vruchtbaar gaat worden. Dat als je er gaan staan te kijken. Ik denk dat het kan. Absoluut. Ook in Zwolle. Ook in Zwolle. Waar je ook maar gaat. Scheen en Muiden hoort er ook bij. Ja, toch. En ga zo maar door. Ik ken de omgeving niet zo goed, maar ik weet dat jij nog geen maat komt. Maar weet je, daar ook overal waar je gaat. Maar goed, ik wil graag een paar op David met ons wat komt delen. Vind je dat goed? Ja? And, of course. Yes, very good. Just water in your life. Oh, thank you very much. Amen. Amen. Wonderful. Well, praise God. Well, good evening, everybody. Goedenavond allemaal. Good evening. Yes, wonderful. Nou, some people are talking back. Sommige mensen gaan zitten al antwoord te geven. Dat is fijn. Die spreken uit de zaal naar me toe. I'll try that one more time. Good evening, everybody. Ja, één keer. Goedenavond. Good evening. Wonderful. That's good. It's wonderful to be here with you this evening. This is pretty much my first time to Holland, to the Netherlands. Ja, zo ongeveer mijn eerste keer in Nederland, of in Holland. I was telling Hein in the car on the way down. I kind of been to Holland once before. Ik vertelde Hein in de auto dat ik één keer eerder in Nederland geweest ben. And I was doing a cycle ride in Europe. Dat
Dat was, ik ging er op een fiets door Europa. And just so I could say that I'd cycled in another country, I crossed about 400 meters into the border of Holland. Ik kon zeggen dat ik in een ander land geweest was op mijn fiets, ben ik 400 meter de grens over geweest in Holland. So until today, the only thing I'd seen of Holland was a field. Tot op vandaag, het enige wat ik van Holland gezien heb, was een weiland. So I'm hoping you have more than just fields in Holland. Ik hoop dat u niet alleen maar weilanden heeft in Holland. You have more than just fields. Je bent toch meer dan alleen maar weilanden in Holland, toch? Ja? Amen. So it's wonderful to be here this evening. God bless you. It's wonderful to be together with brothers and sisters. Fellow believers in Jesus Christ. Amen. Amen. And although we have never met before, we tonight are united by an eternal tie. We zijn verenigd hier. We zijn bij elkaar door een eeuwige tijd. That will outlast everything. Een tijd die alles te boven gaat. A bond that unites us. Een band die ons samenbindt. For all eternity. In alle eeuwigheid. In Jesus' name. Jezus. Isn't that wonderful? Is dat niet geweldig? Isn't that wonderful? Is dat niet geweldig? The hope that God has given us in Christ. Die God ons gegeven heeft in Christus. That death is not the end. Dat de dood niet het einde is. But we have eternal life through Christ Jesus. Eeuwig leven in Jezus Christus. Isn't that wonderful? Geweldig. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The devil may point every finger he has at you to accuse you. It doesn't matter because Jesus Christ is your advocate. Jesus Christ is your defender. Hallelujah. Jesus is our Savior. Jesus is our Savior. Jesus is onze redder. Isn't that wonderful? Geweldig. Amen. Amen. So God bless you. God zegen. Hein mentioned briefly about my calling. Hein heeft al iets over mijn roeping gezegd. As an evangelist to South America. Naar Zuid-Amerika. You know, as he mentioned, he was there. I met these wonderful people, Hein and his wife. Heeft hij jullie verteld dat wij toen Hein en Thea hebben ontmoet? Their ministry in South America, I know, is blessed. Zuid-Amerika is echt gezegend. And I know lives are being transformed. Levens worden veranderd. In South America. In Zuid-Amerika. Because God is using these guys. God gebruikt hen. And I tell you, that is what it is all about. Dat is waar het om gaat. Seeing lives transformed. Dat levens veranderd worden. So we know God's blessing is on their ministry. We weten dan dat God's zegen op hun bediening is. You know, Hein mentioned, Pastor Hein mentioned. Hein heeft al gezegd. That for me, it really all started at a Reinhard Bonnke crusade. Voor mij is het echt begonnen tijdens een campagne met Reinhard Bonnke. Perhaps some of you have heard of his ministry, Christ for All Nations. Hebben jullie iets over zijn bediening gehoord, Christ for All Nations? You know, God enabled me to go to the country of Nigeria for one of his campaigns. God heeft mij de gelegenheid gegeven om naar een campagne van hem te gaan in Nigeria. It was an amazing experience. Het was een geweldige ervaring. The first meeting we had. De eerste dienst die we hadden. It was actually quite small. Het was eigenlijk klein. It only had 250. Er waren maar 250. Thousand people. Mensen. 250,000 people. Mensen. In a single meeting. In één samenkomst. It was awesome. Dat was geweldig. By the end of the week, the numbers had grown. Aan het eind van de week waren die cijfers omhoog gegaan. To over 700,000. Over meer dan 700,000 mensen. Precious people in a single meeting. Mensen in één dienst. Hungry for the word of God. Hongerig naar het woord van God. Hungry for the gospel of Jesus Christ. Naar het evangelie van Jezus Christus. Hallelujah. I tell you, in that 1 week, in één week, we saw nearly 1.5 million souls saved. Bijna 1.5 miljoen mensen gered worden. Nearly 1.5 million bijna souls. Bijna 1.5 miljoen mensen. In 1 week. In één week. In 1 week. In één week. Nearly 1.5 million bijna souls saved. Isn't that wonderful? Mensen. Is dat niet geweldig? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, amen. 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 Nearly 1.5 million souls. We also saw some wonderful miracles there. We zagen ook prachtige wonderen. The lame were walking. De lammen gingen lopen. Crutches would be lifted high because they didn't need them anymore. Werden omhoog gestoken want die waren niet meer nodig. The blind were seeing and the deaf were hearing. De doven begonnen te horen. There were even testimonies of the dead being raised from the dead. Getuigenissen van dode mensen die opgestaan waren. This is the God we serve. Dit is de God die wij dienen. This is the God we serve. Dit is de God die wij dienen. And I tell you, I like to mention that campaign for this reason. Ik wil graag over deze campagne iets zeggen om de volgende reden. Because the God of Nigeria de God van Nigeria is all
also the God of Europe. De God van Europa. Amen. Amen. And what God does in Nigeria, wat God doet in Nigeria, He can do in the Netherlands. Kan hij ook in Nederland doen. And what God can do in the Netherlands, wat God in Nederland kan doen, He can do in England. Dat kan hij ook in Engeland doen. And what God will do in England, wat God in Engeland kan He doen, can do in South America. Zuid-Amerika. And we will see our nations reach with the gospel in Jesus' name. We zullen bereikt zien in de naam van Jezus. Hallelujah! Isn't that wonderful? Niet geweldig. You know, as an evangelist, I only have one thing on my heart. Als evangelist heb ik maar één ding op mijn hart. And that is, I want to see souls saved. Ik wil de mensen gered zien. I want to see souls. Ik wil mensen souls saved. Gered zien. You know, when we get the picture, als we scripture, als we kijken naar de Bijbel, that Jesus speaks about the two roads. Dan spreekt Jezus over twee wegen. And we think of that one road where people are on their way to eternal destruction. En dan kijken we naar één weg die naar de verdoemenis leidt. The Bible says that there are many people on that road. De Bijbel zegt dat er vele mensen op die weg wandelen. But there is another road. Maar er is ook een andere weg. That leads to eternal life. Die gaat naar het eeuwige leven. And I pray that in. En ik bid in mijn hart. In each one of us tonight. Dat in ieder van ons vanavond. That God would drive a deep, deep compassion. Dat God een diepe bewogenheid gaat geven. A deep, deep compassion. Een diepe bewogenheid. That will lead to action. Die ons in actie. For those actie gaat. For those precious souls. Slachtige mensen. Who are on that road to destruction. Die weg van de verdoemenis. That we would see them on the road to eternal life. Naar die andere weg kunnen brengen. Amen. Van eeuwig leven. Amen. Now I just want to just take a few minutes just to share from the scripture, if that's okay. Uit de Bijbel wat te delen, als dat goed is. Is that okay? You can say yes. Ja, ja, of course. You can say no. I'm going to do it anyway. Ik kan nee zeggen, maar ik ga het toch dan doen. Dan ga ik het toch doen. Hallelujah. I'm just going to be very brief tonight. Don't worry. Ik ga heel kort zijn vanavond. But I just want to share what is on my heart. Ik wil gewoon even delen wat op mijn hart is. Luke chapter 14. Lucas hoofdstuk 14. Is a wonderful. Wonderful parable. Dat is een hele mooie gelijkenis die daarin staat. And the parable starts at verse 16. En het begint in vers 16. This is what it says. He says, then he being Jesus said to him, a certain man gave a great supper and invited many. Oké, er staat in vers 16. Hij zei tot hem, Jezus dus, iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. And set his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen, kom, want het is nu gereed. But they all with one accord began to make excuses. En ze begonnen allen opeens zich te verontschuldigen. You know, I read this scripture and I think this is perhaps one of the most tragic verses in the Bible. Als ik dit lees, dan denk ik dit is een van de meest tragische versen in de Bijbel. The master of this house had put on this wonderful supper. De meester van dit huis had deze geweldige maaltijd toebereid. Of course, we can interpret it to be the marriage supper of the Lamb. We kunnen dit ook noemen, misschien wel het bruiloftsmaal van de Lam. Oh, we know that for God to put on this marriage supper of the Lamb. En als God dit voor ons klaarmaakt, deze geweldige maaltijd. It cost him dearly. Dan heeft het hem veel gekost. He didn't just do what we do in England. Hij doet niet zoals wij in Engeland doen. And put a few fish and chips together. Ja, wat vis en wat patat bij elkaar. No. Nee. It cost him everything. Het heeft hem alles gekost. This marriage supper of the Lamb that God is going to have in the end times. Maaltijd, bruiloftsmaaltijd heeft hem alles gekost. It cost God his son. Het heeft hem zijn eigen zoon gekost. It cost God the life of his son het heeft Jesus. Het leven wat zijn eigen zoon Jezus gekost. For this marriage supper of the Lamb, it cost God everything he had. De bruidsmaaltijd heeft hem alles gekost wat hij had. And so God sent his servants, the master sent his servants to invite people to come. En deze Heer zendt zijn dienaar uit om ze allemaal bij elkaar te roepen, om mensen uit te nodigen. But the people made excuses. Maar dan komen ze met allerlei verontschuldigingen. We read in the scripture, someone had a piece of land and they had to go and see it. De een had land gekocht en dan moest hij gaan bekijken. Someone had bought some oxen and they needed to go and try them out. Ze hadden gekocht en die moesten uitproberen. I believe another excuse was someone who just got married. Een aantal verontschuldigingen was iemand die net getrouwd was. Now I know it's important to keep our wives happy. Oké, ik weet dat het belangrijk is om onze vrouw gelukkig te maken. But next to the calling of the marriage supper of the Lamb. Als je dat vergelijkt met de roep om deel te nemen aan de maaltijd. There is no comparison. Dan is er geen vergelijking. And as these people began to make excuses. Terwijl deze mensen met hun verontschuldigingen opkwamen. It is symbolic of
People rejecting the call of the gospel. Zien we dat het een symbool is voor mensen die het evangelie verwerpen. Or when Jesus came, he came and he shared the gospel. Toen Jezus kwam en het evangelie bracht. And people rejected it. Mensen die wilden dat niet horen. It is so verworpen. It is so tragic. Dat is tragisch. If only they knew what they were rejecting. Als ze maar wisten wat ze verworpen hadden. And yet that's what people do. En toch doen mensen dat soms. And then down to verse 21. And in vers 21, it says that so the servant came and reported that these things to the master. De slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Then the master of the house began being angry. He said to the servants, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind. Toen werd de heer des huizes stormig en zei tot zijn slaaf, ga aanstonds de straten en stegen de stad in. En breng de bedelaars en misvormde en blinden en lammen hier. And the servant said, Master, it is done as you commanded, and there is still room. En de slaaf zei, Heer, wat gij hebt opgedragen is geschied, en nog is er plaats. Then the master said to the servant, de heer zei tot de slaaf, go out into the highways and the hedges. Ga de wegen en de paden op. And compel them to come in. En dwing hen binnen te komen. That my house may be full. Want mijn huis moet vol worden. Hallelujah. Hallelujah. This is a wonderful verse. Dit is een prachtig vers. The master of the house says, go. De heer van het huis zegt, ga. Into the highways and the hedges. Ga de straten op en ga de wegen op. And compel them to come in that my house may be full. Binnen te komen zodat mijn huis vol zal zijn. You know, I think in this verse we see God's heart the clearest. Ik denk dat in dit vers zien we God's hart heel duidelijk. We see the urgency of what God is saying to the church. Waarin God de gemeente toespreekt. Number one, he says to us, go. Hij zegt op de eerste plaats, ga. He doesn't say, stay. Hij zegt niet, blijf. But he says, maar hij go. Zegt, ga. Go into the highways and the byways. And compel people to come in. Ze binnen te komen. You see, we need to take action for Jesus. In actie komen voor Jezus, amen. You know, I find in places there is a lot of teaching in the church. Er is veel plaatsen waar goed onderwijs gegeven wordt. About how we need to wait for revival. Over hoe we moeten wachten op opwekking. Oh, we need to wait on God to act. Of we moeten wachten op God dat iets gaat doen. Oh, we need to wait on God for revival. Of we moeten op God wachten dat hij opwekking gaat brengen. I tell you, when I read scripture, I don't really see that in als scripture. Als ik naar de Bijbel kijk, zie ik dat niet in de Bijbel. You see, I don't believe the church should be waiting on God for revival. Dat de gemeente moet wachten op God voor opwekking. Because I believe God is waiting on the church for action. God wacht op de gemeente dat ze in actie gaat komen. He said, go! Hij zei, ga! Go! Ga! Go into the highways and the byways! Op de paden. And compel them to come in. Bring ze binnen te komen. So many of us can so easily stay in our churches and pray. Het is makkelijk om gewoon in de kerk te blijven en te bidden. And we can pray for our nation.